Een hele goede dag en welkom bij DFD Visser Vindt van donderdag 8 oktober. Voor zo'n 600.000 ambtenaren hangt een loonsverhoging van 5% in de lucht. In juli werd immers een akkoord gesloten. Alleen dreigt het pensioenfonds ABP nu roet in het eten te gooien. Martin Visser, welkom. Roet in het eten, maar ik las vanmorgen nog in onze krant. Loondeal niet in gevaar. Nee. De handtekening van het kabinet staat eronder. Dus ik neem aan dat het inderdaad de deal gewoon overeind blijft. Dat heeft de woordvoerder van minister Plasterk ook al laten weten. Mm-hmm. Ja, het is alleen zeer de vraag of de truc van Plasterk gaat werken. Of hij een loonsverhoging voor een belangrijk deel kan betalen uit het versobering van het pensioen. Want daar dreigt de ABP nu een stokje voor te steken. Ja, maar dat is toch al in kan en kruiken. Dat gaat toch gewoon gebeuren? Ja, nee, wat er is gebeurd is dat er in juli is er een vrij bijzondere deal gesloten. Die een impact heeft voor zelfs al meer dan 600.000 ambtenaren indirect. Voor in totaal 14 overheids, cao's voor mensen die in de publieke sector werken. Dus iets breder dan alleen maar overheid. Maar dat akkoord behelste de pensioenen, een versobering van de pensioenen, waarbij ingecalculeerd werd dat de premie van de pensioenen zou dalen, vooral voor werkgevers, in dit geval het kabinet. Ja, en die premiemeevaller, die alvast was bedacht, die is dan gebruikt als financieringsbron voor de salarisverhoging. Ja. Dat is de truc die jij zegt. Maar die vlieger gaat dus niet op, zegt nu het bestuur van de ABP. Precies, want het ABP is natuurlijk de grootste, maar niet het fonds dat er het beste voor staat. Nee. Dat vind ik interessant. Gisteren lekte die notitie uit van het ABP. Die was een paar dagen ouder. Die hebben voorgerekend aan Plasterk en aan de bonden en andere overheidswerkgevers wat die versobering van de pensioenen zou gaan betekenen. Ja, en wat daaruit blijkt, die doorrekening, wat ik al een beetje vermoedde, maar niet de vinger op kon leggen, blijkt dus nu wel uit die berekening, is dat je deze truc met de ABP bepaald niet zomaar kan uithalen. ABP blijkt het pensioenfonds te zijn wat ongeveer het slechtste voorstaat. Dus echt, nou, ik stond er echt van te kijken hoe belabberd het is. Ook door de slechte resultaten op de beurs van de afgelopen tijd. Kan ik ook wel een beetje bijtrekken, maar toch, het grootste fonds van Nederland staat er echt heel erg slecht voor. En uitgerekend bij dat fonds wordt zo'n truc uitgehaald. Ja. En wat de ABP eigenlijk min of meer zegt, ja, als jullie willen dat we die versobering aan de ene kant doorvoeren en die verlaging van de premie ook echt weer teruggeven, ja, dan wordt het alleen maar erger. Ze hadden een herstelplan ingediend bij de toezichthouder. Ja. Het zou wel bijna 10 jaar duren voor ze op het goede pad zaten qua alle cijfers waar ze op afgerekend worden. En met het doorvoeren van deze deal zou het al meer dan 11 jaar gaan duren. Nee. En, ja, en dan ga je wettelijke normen overschrijden bij 11 jaar. Ja, en dan moet je pensioenen gaan korten of minder indexeren. Dus nee, deze deal is desastreus nog voor de al heel slechte financiële positie van het ABP. En voor de duidelijkheid, het is natuurlijk niet de overheid die hierover gaat, een minister of een vakbond. Het ABP bepaalt de hoogte, toch? Nou ja, de premie wordt bepaald door het ABP. Ja. Dus het ABP heeft alleen maar gezegd, nou, als ik zou doorvoeren wat jullie met elkaar hebben afgesproken, dan betekent het dit. Maar uiteindelijk zal het ABP zelf zeggen, dat vinden wij dus onverantwoord. Die keuze moet het ABP dan zelf maken. En dan gaat het die premievoordeel dus niet door. En dat betekent dus wat er dan gebeurt. De einduitkomst zou wel eens niet zo heel erg slecht kunnen zijn. Namelijk, de versobering van de pensioenen gaat gewoon door. Dat is gunstig voor een pensioenfonds à la ABP dat er al heel slecht voor stond. Ja. Die versobering is bij heel veel andere pensioenfondsen allang doorgevoerd. ABP gaat het dan ook doen. Maar het wordt niet gebruikt als financieringsbron voor de truc van Plasterk. Als Plasterk vindt dat ambtenaren weer fatsoenlijk betaald moeten worden, betaalt hij dat maar uit zijn eigen begroting. Dat het losgekoppeld wordt, lijkt me heel verstandig. Want de truc die Plasterk uit wilde halen met dit zieltogende fonds is wel heel onverantwoord gebleken. Twee dingen nog, kort. Is het iets voor nieuwe acties, denk jij? Nou ja, FNV gaat het nu wel gebruiken. FNV was de bond die niet in deze deal mee wilde gaan. En die grijpt het nu gretig aan. Die stond al voor de rechter, een hoger beroep. Staat volgende week op het programma. Maar goed, voor de FNV wordt het wel moeilijk manoeuvreren. Want ja, het is ook niet in het belang van de FNV dat hun pensioenfonds er zo slecht voor staat. Dus ja, het is wel een bron van onrust, zeker. Ja. En maandag horen we het, hè? Ja. Dankjewel, Martin Visser. Ja. En dit was het alweer voor nu. DFT Visser Vindt. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Dag.